Oh, ik heb echt al best wel weer een tijdje geen Clash of Clans gespeeld. Elke video beloof ik eigenlijk weer dat ik weer meer ga spelen. En dan achteraf blijkt toch dat ik het weer niet heel veel ga spelen. Dus ik ga voorlopig die beloftes niet meer maken. Maar vandaag doe ik in ieder geval weer Clash of Clans. Misschien dat ik het binnenkort nog een keer ga doen. Misschien ook niet. Ik ga niet beloven dat ik volgende week of deze week nog een video ga maken. Hij komt heus wel nog een keer een video, maar ik weet niet hoe lang dat nog gaat duren. Want dat ga ik niet meer beloven, want anders ben ik weer bang dat ik mijn belofte niet na ga komen. Maar vandaag gaan we knallen, want we gaan namelijk spelen met maximaal level troepen, met maximaal level draken. Dus dat wordt super vet, want daar heb ik een speciaal spreukje voor. En volgens mij gaan die barbaren koningen, die koningin, gaan dan ook naar maximaal level. Dat is volgens mij level 50 en dat wordt sowieso ziek nice. Dus ik ben erg benieuwd hoe dat speelt en we gaan allemaal goud en elixir opmaken, want daar heb ik er ook super veel van. Maar als jullie zin hebben in deze video, smash allemaal dat duimpje omhoog. Zouden we 500 likes kunnen halen op deze Clash of Clans video? Het zou super awesome zijn. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren, mocht je dat op de een of andere manier nog niet hebben gedaan. Want je wil natuurlijk op de hoogte blijven van al mijn mobiele game video's. Maar we gaan gewoon beginnen. Wat zou ik doen als upgrade? Veerval, we kunnen kazerne upgraden. Ik wil eigenlijk een keertje gewoon een dikke upgrade doen. Kan ik die boogschuttersstoren ergens upgraden? Ja, deze kan ik eventueel upgraden. En al die andere heb ik al level 11, dus dat is wel een goeie. Dan heb ik hierna al mijn boogschuttersstorens level 11. Dus dat is wel mooi, dan is mijn goud eigenlijk zo goed als op. Dan heb ik nog wel gigantisch veel elixir. Wat is iets goeds wat ik kan doen met mijn elixir? Misschien laboratorium of zo, of hier spreuken. Nee, die heb ik al. Kazerne kan ik upgraden, maar ik weet niet, dat vind ik dan weer net niet chill. Misschien kan ik iets goeds onderzoeken. Dat valt ook wel mee. In ieder geval, ik heb momenteel daar nog niet genoeg elixir voor. Anders zou ik misschien barbaren kunnen doen. Of misschien een tovenaar. Weet je wat? Ik ga eerst even wat potjes spelen. Want ik heb vet veel draken gereed staan. En dan gaan we even kijken of we super veel buiten kunnen plunderen. En dan kunnen we misschien barbaren upgraden. Of misschien tovenaar. Hoeveel elixir? Oh, anders kan ik misschien ook wat edelstenen erbij leggen. Dat zien we zo meteen wel. We gaan gewoon eerst lekker aanvallen. En ik zou ook eerst even trouwens hier nog upgrades doen. Want in bouwersbasis heb ik ondertussen ook al niet heel veel upgrades mee gedaan. Ik doe gewoon de goedkoopste upgrade eventjes. En qua onderzoeken, wat kan ik onderzoeken met de coins die ik heb? Nou, of elixir, dan kan ik de kanonnen onderzoeken. Ah, dan ga ik dat maar doen, weet je. Boeit niet. Dan is er in ieder geval iets bezig daar in bouwersbasis. Maar dan gaan we nu hier aanvallen. Oh ja, moet ik dat spreukje trouwens eerst activeren? Dat staat hier, dat spreukje. Ja, gebruiken. Gebruiken, dan als het goed is, zijn mijn troepen nu allemaal maximaal level. Dus dat is super. Oh ja, mijn troepen zijn inderdaad maximaal level. Alleen zijn mijn barbare koning en koningin, ik dacht dat die ook maximaal level zouden worden. Dat is helaas niet het geval. Maar we gaan gewoon op zoek naar een base die super veel elixir heeft. Want dat wil ik eigenlijk hebben, gewoon super veel elixir. En die ook nog redelijk makkelijk te verslaan is. Deze bijvoorbeeld. Zou ik hier ver kunnen komen? Hij heeft wel alleen vet hoge level van vuurwerk. Maar als ik hier dan wat elixir... Ah, dit is echt zo'n twijfelgeval. Dit is echt zo'n geval waarvan je denkt... Ja, zou ik het doen? Zou ik het niet doen? Ik weet het gewoon eventjes niet. Oké, fuck it. Ik ga het gewoon doen. Dan ga ik via deze kant aanvallen. Want ik zie hier allemaal goudmijnen en elixirpompen. Want volgens mij zit het meeste in die pompen. In ieder geval, daar ga ik vanuit. En hier heb je ook nog wel wat. We gaan gewoon even mooi via deze kant aanvallen. En dan zetten we die hier. Oh, nou, hier heb je ook nog wat. Weet je wat? Ik denk dat het beter is om via één kant aan te vallen. Dus ik zet gewoon hier alles neer. En dan kan ik zo meteen eventueel mijn spreuken er natuurlijk bij neerzetten. Want dat is wel handig als je ze allemaal dicht op elkaar hebt. Dan kan je ze allemaal in één keer beter maken. Ik zal mijn barbare koning, waar zou ik die neerzetten? Die zet ik hier wel neer. Zal hier nog even een spreuk neerzetten. Waar zijn nog meer draken? Ik zal hier nog even eentje neerzetten. Oeh, ze zijn nu volop in dat deck. We hebben al in ieder geval wel één toren neer. Dus dat is wel chill. Maar mijn barbare koningin is nog steeds bezig. Mijn koning is ook nog bezig. Die ga ik denk ik zo meteen boosten. Alleen mijn draken gaan daar in het midden wel dood. Oeh, ik moet nu wel even snel oppassen met boosten. Daar ging mijn koningin al bijna dood. Gelukkig blijven ze nog levend. We hebben wel redelijk veel buiten gemaakt. Maar nog niet extreem veel of zo. Het is niet dat je denkt, ah, dit is echt ultra geweldig. De beest is toch net iets groter en sterker dan wat ik dacht eigenlijk. Dus dat is wel een beetje jammer. We hebben uiteindelijk nog wel redelijk genoeg buiten gemaakt. Volgens mij 200.000 goud of zo. Oh, nog meer. 244.000 goud, 261.000 elixir. En ook 2.500 elixir. Dus op zich is het dikke prima. Weet je, maar alsnog is het niet extreem geweldig. Maar ik heb nu gewoon een hele aanval met draken nu weer gereed staan. Ik zal op dit wel even genezen. En mijn koningin ook genezen.
En dan gaan we gewoon nog een potje aan doen. En dan gaan we gewoon weer aanvallen. Ik kan mijn laboratorium trouwens upgraden. Is dat handig? Nou, dat is niet echt nodig. Want ik kan nog best wel wat hiervan upgraden. Dus dat gaan we voorlopig nog niet even doen. Nou, trouwens, ik zie hier nu eentje die ik wil upgraden. Helingspreuk, die kan ik upgraden naar maximaal level. Dat kost 6 miljoen en dan kan... Ja, die gebruik ik altijd, dus die wil ik wel hebben. Ja, oké, okay, die ga ik upgraden. Dat duurt dan wel 10 dagen, is mijn elixir momenteel wel op. Maar we hebben nog allemaal draken gereed staan, dus daarmee kunnen we nog een keertje aanvallen. Maar dat is wel echt chill. Die helingspreuk, dat is echt iets wat ik gewoon standaard gebruik. Ik zal nog even wat bijmaken. Oh, nu heb ik trouwens geen elixir meer. Nou ja, dat maakt niet uit. We gaan nog een potje doen. En ik heb nu wel elixir nodig dus. Omdat alles nu op is aan het draken, helingspreuk en andere dingen. Dus ik moet gewoon weer een beest zoeken met veel elixir. Want goud heb ik op zich nog wel. Ik heb 690.000 goud. Maar weet je wat? Ik ga gewoon een tijdje zoeken naar een goede beest die ik kan verslaan. Niet zo goede als net, want die was net te goed. Maar in ieder geval waar ook nog veel elixir in zit. Oeh. Oh, nou nee, deze is wel goed. En we hadden wel veel elixir deze. Maar ik zie jullie dan zo meteen weer een keertje. Oké, weet je wat? Ik ga deze proberen. Ik zie dat al die elixir tanken helemaal vol zitten. En via deze kant kan ik ze denk ik allebei wel kapot maken. En hier zie je boven ook helemaal. Ik denk dat ik die met alleen mijn boomschutterskoningin al kapot kan maken. Dus dan gaan we het op deze manier doen. Dan gaan we gewoon een dikke attack hier doen. En dan gaan we zo meteen mijn koning. Zou ik die ook nog ergens neerzetten? Dat zie ik zo meteen wel. Maar inderdaad, mijn barbarenkoningin kan het daar al kapot maken. Dus dat is super chill. Daar hoef ik helemaal niks voor te doen. En al die draken, die zijn ook volop bezig hier. Dus dat is ook chill. Ik zal even wat helingspreuk hier neerzetten. Mijn barbarenkoning. Ik weet niet zo goed wat ik ermee moet doen. Ik kan hem hier op zich wel neerzetten. Dan zorg ik ervoor dat ik daar nog wat extra erbij krijg. Oh, dit gaat wel lekker, jongen. Ik heb nu al super elixir. En ook al best wel wat goud. Ik zal nog even een helingspreuk neerzetten. Gewoon echt super attack hier zo. Hier ook nog een helingspreuk. En dit, op de een of andere manier gaat dit best wel goed, deze aanval. Dat had ik eigenlijk niet zien aankomen. Had ik niet verwacht. Ik zal mijn koning even boosten. Mijn koningin laat ik nog even de gang gaan. En hier gaat hij die tank ook nog kapot maken. Ja, dat gaat ook nog kapot. Dus dan hebben we eigenlijk zo goed als alle elixir buiten kunnen maken. Dus dat is echt super chill. Ik heb nog één helingspreuk over. Waar zal ik die gaan inzetten? Ik denk dat ik die zo meteen hier ga inzetten. Weet je wat? Ik ga hem nu alvast inzetten daar. En dan boost ik mijn koningin. Dan maakt hij die vuurwerk in ieder geval even snel kapot. Dan hebben we gewoon 80%. En het enige wat hij nog een beetje heeft, is daar wat goud. En misschien dat we dat ook nog kunnen krijgen. Want mijn draken gaan daar nu op af. En mijn koningin ook. En dan gaan we gewoon alles buiten maken. Holy shit, wat een zieke aanval was dit. Ik had niet verwacht dat we zo ver zouden komen. Misschien dat we wel de 100% zouden kunnen halen. Ja, dat gaat misschien wel heel lastig worden. Want we hebben nog maar één draak. En hij heeft nog vuurwerk. Ja, die vuurwerk is nu wel kapot. Maar mijn draak is nu ook bijna dood. Maar we gaan in ieder geval super lekker. 90%. Als die boogschutter zo, ja, hij heeft hier nog een paar dingen. Kom op. Die goud, dat goud. Dat wil ik nog even hebben. En krijgen we dat ook? Yes, dat gaan we ook nog krijgen. Dan heb ik bijna al het goud verzameld wat er te verzamelen valt. En dan hebben we echt ziek veel buiten gemaakt. Holy shit, check dit dan. Dit is echt een heerlijke aanval. Dit soort aanvallen, dat wil je hebben. Dit is echt heel chill. En we krijgen nu ook nog een sterrenbonus van ook superveel. Dus dit is echt heel lekker. Dat is als het goed is nu in schatkamer. Ja, inderdaad, dan kunnen we dat ook verzamelen. Kunnen we dan iets upgraden? Ja, we kunnen een veerval upgraden. Nou ja, dan ga ik dat wel even doen. En dan zou ik gewoon weer even lekker wat draken produceren. Of we gaan wat pekka's produceren. Dat is misschien ook wel leuk. Gaan we gewoon aanvallen met allemaal maximaal level pekka's. Weet je wat, dan ga ik even snel doen. Ik heb nu even snel geboost. Dan gaan we dat nu even doen. Gaan we alleen met pekka's aanvallen. En ik heb één draak. Nou, die wil ik even weg hebben. Want ik wil echt alleen maar met pekka's aanvallen. Oké, dan boosten we die ook nog even. En heb ik dan nu ook van die helingspreuken, want dat moet ik er natuurlijk wel bij hebben. Dan maken we er nog even wat bij, boosten we dat ook. Yes, dan gaan we nu aanvallen met maximaal level pekka. Ik ben benieuwd. Weet je wat, ik ga even op zoek naar een slechte beest, want dan zien jullie me weer. Van welke kant? Ik ga wel via deze kant, dan verspreid ik die pekka's een beetje zo. Woes, dikke pekka attack. En dan kunnen we zo meteen eventueel wat helingspreuken inzetten. Die pekka's zijn zo sterk. Check dan bijvoorbeeld die barbarenkoning. Bats, één hit, bijna dood. En nog een hit, en nog een hit. En dan is hij gewoon dood. Dit is echt niet normaal. Daar zijn nog wat pekka's. Ik moet natuurlijk die helingspreuken wel even goed gereed houden. Wat gaan we verder doen? Ik zie dat hier wat rondlopen, hieronder. En daar zijn er ook wat heen gegaan. Ik kan hier wel even één helingspreuk doen. Want daar lopen er best wel wat rond. Die daar laat ik maar even doodgaan.
Ze lopen hier net buiten de helingspreuk weer. Ze killen echt vet snel, man. Dat is echt niet normaal. Hieronder zijn er ook nog steeds 3. Die wil ik wel even levend houden. En dan gaan we zo meteen hier weer een helingspreuk in zetten. Want ik heb er op zich zat. Dan zet ik daar eentje neer. Die P.E.K.K.A.'s zijn zo overpowered. Dat is echt niet normaal. Ik zit nu al 50%. En ik heb op deze kill nog in 1 helingspreuk gezet. Die X-boog is er al super lang op bezig. En nog steeds gaan ze mij niet dood. What the fuck is dit? Dit is echt niet normaal. Oké, hier ook nog even een helingspreuk. Op die daar zo. En dan gaan we dit makkelijk winnen. Dit gaat echt easy worden. Ik zou hier ook nog een laatste helingspreuk neerzetten. En dan gaan we hier gewoon 100% halen. Wat zijn die P.E.K.K.A.'s Seagull overpowered? Of trouwens, ik weet niet helemaal zeker of 100% gaan halen. Want die X-boog die is natuurlijk wel echt volop bezig nog. We hebben nog gelukkig wel redelijk wat P.E.K.K.A.'s over. Maar ja, zolang die X-boog daar nog is, dan is het nog wel een probleempje eigenlijk. Maar we hebben er nog wel echt pet voor rondlopen. Oh, dit is echt niet normaal. Kijk, bad, dan is daar alles in één keer kapot. Dit is echt niet normaal. En deze gouden kanon. Kijk dan hoeveel levens hij eraf haalt met 1 hit. Dit is echt niet normaal. Die P.E.K.K.A.'s zijn zo overpowered. Maar jullie zien me zo meteen en dan zien jullie of ik hier 100% ga halen of niet. Want het is een beetje onzin voor jullie natuurlijk om de hele tijd hierop te moeten wachten. Oké, we zijn ondertussen bij de X-boog beland en er zijn nog vet veel levens. Oké, dit wordt een eitje. We hebben hier nog wat dingen. Zitten in alle hoekjes. Oh, in alle hoekjes zitten nog wel dingen. En we hebben nog 30 seconden, dus... Qua tijd gaan we het niet halen, maar ja, dan kan ik eigenlijk nu net zo goed als stoppen. Als ik die Duitse elixir, daar zit nog 90 in, dan gaan we die nog even verzamelen. En dan gaan we nu wel stoppen, want we gaan het qua tijd toch niet meer halen. Nee, inderdaad, oké, dat stop ik gewoon. Maar wat een heerlijke aanval, wat zijn die P.E.K.K.A.'s Psychopone? Misschien is dat ook wel een kaart die ik ooit een keer moet upgraden naar maximaal level. Maar dan laat ik die bij voor deze video. Heb ik een draak gereed? Nee, ik heb wel P.E.K.K.A., maar dat wilde ik niet. Maar dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet maar zal de duimpje omhoog achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. En wil je meer Clash of Clans zien? Ja, laat maar weten in de comments. Misschien dat ik het dus vaker ga doen. Dan heb ik tenslotte nog maar 1 ding te zeggen en dat is natuurlijk, ik zie jullie later bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje leuk vond, dan vind je dit filmpje wat hier staat ook wel leuk. Waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk. Dan kan je daar nu nog op klikken. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, dat kan je dan hier doen. Dan kan je daarop drukken en dan kan je abonneren. En dan word je natuurlijk lid van de Bows Army. Yeah!